Je bent beschikbaar. Ik ben beschikbaar. Ik sta gewoon helemaal niks te doen hier. Vandaag zijn we niet hier, maar we zijn daar, in Gander. Voor de première van Come From Away. Er kunnen elk moment duizenden passagiers aankomen, dus het dorp vraagt u allen om te helpen met, ja, met alles eigenlijk. We moeten ze ergens kwijt. Wanneer kunnen we ze verwachten? Maar we hebben nooit genoeg hotels. We weten nauwelijks waar we zijn. Waar is David? Waar ben jij? Oh, dank. Jullie hadden waarschijnlijk nog nooit van Gander gehoord. Nou, kijk maar eens even achterom. Dat was het. Ik voel nu heel erg ontlading. We hebben heel hard gewerkt naar dit moment toe. Toen kregen we een paar dagen van tevoren de spanning, mogen we überhaupt de première wel spelen? Nu mogen we hem spelen voor een volle zaal. We hebben super fijne respons gehad. We hebben allemaal met z'n allen het verhaal heel erg goed verteld. Dus ik ben gewoon heel erg blij. Het was een gekkenhuis. Ja, echt. Het was pittig. Maar we hebben zo'n leuke groep. En het is zo... Ja, ik zeg net, ik vind het zo een voorrecht dat ik deel hiervan uit mag maken. Het is echt ongelofelijk. Ja. Ja, ik ben heel blij. Ik ben heel blij en opgelucht. Voldaan gevoel. Het is heel vermoeiend om door al die emoties te gaan. Om alles gewoon voluit te spelen. Maar daar gaat het hier om. Je moet het gewoon voluit spelen. Anders heeft het niks aan. De opzet van dit stuk. Heel veel snippets van songs en snippets van scènes. Dat vergt volgens mij een andere manier van acteren. Ja, het is heel tof om een keer met 12 mensen allemaal de verantwoordelijkheid te hebben. En allemaal het verhaal te vertellen vanuit verschillende perspectieven. Vanuit het perspectief van de gestrande passagier. Vanuit het perspectief van de mensen in Gander. Dus het is heel tof dat we ook continu op het podium zijn samen. En dat soms sta je op de voorgrond, soms sta je op de achtergrond. En je volgt elkaar en je steunt elkaar. En ja, het is heel erg leuk om te doen. De inhoud is heel belangrijk. De snelheid waarmee de scènes doorgaat, dat is het tempo van de voorstelling. Maar het is niet dat de inhoud erdoor verandert. Dus qua repetitieproces is het niet anders. Antoine, onze regisseur, heeft heel erg op de inhoud gezeten ook. En daarna, dan ga je die voorstelling voelen. Dan moet het tempo komen. Dus die snelheid die erin zit, dat is het gegeven eigenlijk. Maar de inhoud blijft hetzelfde. Heb je ooit zo'n gehaast, zo'n supersnel stuk gespeeld in je carrière? Nooit, never nooit. En ik heb het nooit ook mogen dromen, maar ik doe het. Dus ja, ik ben super blij en super dankbaar dat ik dit mag doen. Het was wel zo dat dat ik even op gang moest komen, omdat ik natuurlijk ook net zoals meerdere mensen lange tijd niet heb kunnen werken. Dus mijn brein stond een beetje stil. Dus ik moest even de aanknop weer vinden. Dus, en ook fysiek moest ik even weer op conditie komen en zo. Maar uiteindelijk is dat goed gekomen. Ja. En nu staan we hier en gaan we gewoon lekker toeren. Helemaal fit en ready. Heb je al kunnen zien wat jullie teweeg brengen in het publiek in de zaal? Absoluut. Nou, als je alleen al kijkt naar het eindapplaus. Mensen die zijn echt ongekend blij. En ik krijg alleen maar reacties, ook van vrienden, die al thuis zijn en mij bellen en zeggen van, ik ben nog onder de indruk. Jeetje, wat een mooie show. Gewoon het feit dat je terughoort, dat ze vanaf begin tot eind meegenomen worden in het verhaal. Ja, dat is wel heel leuk om te horen. Het is een show die als een trein doorgaat. En als publiek, je stapt in en je gaat mee en het is klaar zonder pauze ook. Dus het is echt een verhaal waar je in meegesleurd wordt. Hoe vind je de timing van dit stuk in een gepolariseerd Nederland? Een stuk over mensen die elkaar gewoon helpen, omdat ze het kunnen. Nou, ik snap je vraag, want het is de best timing ever, vind ik. Juist nu, weet je merkt zelf ook hoe we eigenlijk al twee kampen hebben van de gevaccineerden, niet gevaccineerden, weet ik veel, de asielzoekers, het drama. Juist is dit nu de perfect timing voor deze show. Want als het er werkelijk op aankomt, in hoeverre staan we klaar voor elkaar? In hoeverre staan onze deuren en onze armen open? Nou, ik wens je een geweldige speelperiode. Nou, dankjewel Frans en kom nog een keer langs. Zeker. Je weet, het rijmt ook. Dag. Dag Frans.